Wat gaan we doen? We gaan vandaag twee inboreservoirs bij Kamp brengen. Twee inboreservoirs van TC. Met twee mooie matsoorten bedieningspanelen. Oh, van metaal. Oei. Deze klant heeft dus gewoon smaak. Nou, we gaan nu dus twee inboreservoirs wegbrengen bij een klant op de Grote Wielen in Rosmalen. Grote Wielen is Nieuwbouwwijk, onderdeel van Rosmalen. Je hebt dus Rosmalen dorp, zo kan je het noemen, en Grote Wielen. Er wonen toch heel veel mensen nu intussen. En deze mensen hebben een huis gekocht en zijn aan het verbouwen, zoals je zal wel zien. En zijn bij ons gekomen en die willen gewoon mooie producten hebben. Producten van TC onder andere, producten van Catalano en ik ga zo maar verder. Dus gewoon echt mooie, kwalitatieve, goede producten. Dus die gaan we nou brengen, want ook dat doen we natuurlijk. Ja, niet als die Groningen is natuurlijk. Maar wij zitten ook in Rosmalen. We zitten ook in Rosmalen, Kruisstraat, Industrieterrein de Kruisstraat. Of Kruisstraat, ik weet het eigenlijk niet. En Kruisstraat heeft één uniek selling point. En dat is de frietent. Ja. Is dat hem, Frank? Dat is de frietent. Hij is nu dicht. Oh, de business gaat goed zeker. Nou, zijn die specials verkoopt natuurlijk door heel Nederland en ook door België. Nou, woon ik toevallig zelf in de Grote Wielen in Rosmalen natuurlijk. Dus ik denk, nou, het is leuk om ons Nieuwbouwwijk te laten zien van vandaag de dag. Nou, kijk, zo'n mooie witte huizen. Volgens mij heeft het ook de Vlinderwijk of zo, ik weet het niet. En uniek van de Grote Wielen is, we hebben ook een meer. Dat is afgesloten meer, je kunt niet naar de Maas of zo, hè, want we liggen aan de Maas bijna. En we hebben een strandje, en vorige week was het nieuwjaarsduik, jawel. In Rosmalen, die zou ik niet verwachten, maar het is echt zo. We zullen even vlug een... het stormt vandaag natuurlijk nog wel. Ja, maar dit is een gedeelte van het meer. En er zijn geen zwanen meer. Ik ga net zagen we het stukje van het meer en dan ga je rechtsaf. Dan heb je de rest van het meer. Aan de overkant wordt ook helemaal volgebouwd straks. Dus ja, hoe mooi en sereen het ooit was, ja, dat zal de loop der jaren gaan veranderen. En dat is jammer. Dat is jammer. Je woont hier wel mooi hoor. Je woont hier wel mooi toch? Ja, vind ik ook wel. Wat ik zeg, soms is het echt heerlijk op het water vertoeven. Deze mevrouw denkt, oh ja, ik kan er maar langs in mijn hut. Nou, we zijn er bijna. Kijk, de kerstboom. De kerstboom wat is dit nu weer? Dat hebben wij weer. Oh, kerstbomen rollen over de... Moeten we dat aan de kant? Ja, dat is toch allemaal mijn werk niet. Nou, wij het zelf. We gaan hem even aan de kant leggen. Ja. Nou, we zijn er bijna aangekomen bij het huis voor de TC in Marezevaars. Hier op de hoek, nou ja, je ziet het ook wel, het kan ook een beetje niet missen. Hier gebeurt het, hier moet het in, sanitair. Zo, ja, er is waar ze afgeleverd. Je ziet het is één grote, verbouwing. Pijnbak, hè? Pijnbak. Zo, we gaan weer terug naar de Kruisstraat.